Francine Hoeben, directeur van het architectenbureau Meccano, presenteerde haar plan in de commissie Duurzaamheid van de Provinciale Staten. Als het aan haar ligt, moet het Nationaal Park een prachtig natuurgebied worden. Het komt er vooral heel mooi uit te zien. En wat denk ik belangrijk, het is natuurlijk een heel groot gebied. En dat we eigenlijk een aantal mooie natuurgebieden die hier al zijn bij elkaar brengen en eigenlijk vergroten. En eigenlijk ook heel erg meer zichtbaar maken voor het publiek. En dat gebied heet dus Nieuwland. En bestaat uit de Oostvaarders en de Lepelaarslassen, het Markermeer en de Markerwadden. Ook de A6 wordt opgenomen in het plan van Hoeben. Belangrijk is dat je vanuit die A6 zicht hebt op het Nationaal Park. Dus wat wij eigenlijk ook doen, dat het Nationaal Park eigenlijk qua ervaring eigenlijk ook over de weg heen wordt getrokken. Dat je zowel links als rechts afwisselende landschappen ziet. Al rij je van Amsterdam naar Groningen, je zal nu echt ervaren dat je door het Nationaal Park gaat rijden. Het Markermeer moet ook aangepakt worden. Dat is nu een soort soepkom, hè? Slecht water. En eigenlijk gaan we heel veel dingen doen om dat Markermeer beter te maken. En dat kan door een verbinding aan te leggen tussen de Oostvaardersplassen, dat voedselrijk is, en het Markermeer. Ik denk dat het Markermeer in ieder geval toegankelijker en prettiger wordt. Je kan natuurlijk altijd heel erg nog op blijven zeilen. Maar het krijgt ook mogelijk meer door dat je ook die kleine eilanden aanlegt. Ook meer beschutte en meer luwe gebieden. Dat betekent dat je ook haventjes kan maken. Misschien kan je op bepaalde eilanden misschien wel in een tentje gaan slapen of een hutje bouwen. Kortom, meer aandacht voor mens en natuur. Het totale plan van Hoeben, inclusief het aanleggen van extra eilanden, zou een slordige 470 miljoen gaan kosten. Rekent D66-gedeputeerde Rijsberman voor. Maar daar kunnen we wel de komende 20, 30 jaar over doen. Wat het bedrag is dat de provincie in totaliteit bijdraagt, is nog niet bekend. We hebben een begroting van ongeveer 300 miljoen per jaar. Of iets minder, geloof ik. Dan is de vraag, dat is de politieke wil, wat je belangrijk vindt om in te investeren. En we vinden het met elkaar in Nederland belangrijk om te investeren in natuur. We vinden het belangrijk om te investeren in recreatie, in de leefomgeving van mensen. En als je het zo ziet en je smeert het uit over veel jaren, dan denk ik dat het een hele belangrijke investering is om te doen. Chris Jansen van de PVV ziet het plan voor het Nationaal Park Nieuwland niet zitten. Ik vind het grootheidswaanzin. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen Nieuwland en grote parken in Amerika en Canada. Nou, dat is natuurlijk volstrekt belachelijk. Dit zijn gewoon een aantal losse natuuronderdelen. En de vraag is zelfs of het natuur is. En wij zijn van mening van niet. U vindt dat dit te veel geld gaat kosten? Het gaat te veel geld kosten, dat hoe dan ook. De vraag is of de mensen hierop zitten te wachten. Ik denk dat je die vraag eerst maar moet stellen aan onze inwoners. Ik denk dat die veel meer behoefte hebben aan andere essentiële zaken. Zoals goede zorg, goed onderwijs, werkgelegenheid en recreatie heb je nu ook al. Dus wat ons betreft geen eurocent hier aan besteden. Toch is er in de commissie Duurzaamheid over het algemeen waardering voor het plan. Zeker ook van Simon Miske van GroenLinks. Hoewel hij kanttekening zet bij het aantal van 2 miljoen bezoekers dat Nieuwland moet gaan trekken. 2 miljoen mensen per jaar is best wel veel. Maar het moet ook natuurlijk niet zo zijn dat de natuur daaronder te lijden krijgt. Want dan ben je verkeerd bezig. Dus dat is wel een spanning die erin zit. En waar we denk ik heel goed over na moeten denken als we deze plannen gaan uitwerken. Waar laat je die mensen recreëren? Hè?